Dames en heren, het is ruim 7 uur geweest. Ik open de vergadering. Ik heet iedereen welkom in de zaal, op de tribune, degenen die thuis meekijken. Er is bericht van verhindering van de heer Brink, de heer Rodemond en mevrouw Oostmeijer, onze secretaris, die is ook afwezig. De actuele vragenronde, daar zijn geen vragen ingediend. En dat brengt bij de vaststelling van de agenda. Het zou zomaar kunnen zijn dat een voorstel van orde komt van de heer Van der Wel. U heeft geen glazen bol, maar u ziet dat goed, voorzitter. Dank u wel. Ik dacht dat het wellicht goed was dat we misschien mevrouw Peltjes zometeen de gelegenheid geven om eventjes uit te leggen waarom een groot gedeelte van de raad in het oranje gekleed is. Dat is niet omdat de EK-koorts al is aangebroken of omdat het heel koud is. Als ik de heer Pieper zo zie, dan denk ik van goh, die arme man heeft het volgens mij heel erg koud. Kan de verwarming nog wat hoger? Liever niet overigens, want het is hier overigens altijd heel erg warm. Maar misschien is het goed dat we haar zometeen even de gelegenheid geven om dat wat nader toe te lichten. Maar is dat een goed moment om dat te doen? Sorry, wat zei je? Misschien is dit het goede moment om dat te doen. Ja, ik vind het prima. Dat is aan u. Voor de toeschouwers, het is niet alleen de raad die in het oranje is. Ik wil ook even de aandacht vestigen op het college. Hoe had ik dat nou kunnen vergeten? Ik vind uw stropdas, ik had het niet beter kunnen doen. Ja, ik hoor bij beide partijen, dat is helemaal makkelijk. Maar het college is keurig in het oranje. Mevrouw Peltje, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Orange the World. Vandaag 3 december 2019 is de wereldwijde dag van de gehandicapten. Gelukkig hebben we een minister van gehandicaptenzaken die tot 17 december aanstaande zelfs deel uitmaakt van deze gemeenteraad. Maar ik maak vanavond gebruik van het spreekrecht om u mijn zorgen kenbaar te maken over een ander onderwerp, namelijk geweld tegen meisjes en vrouwen. Voor de goede orde, ik spreek hierin op persoonlijke titel als voorvechter van vrouwenrechten. Door de actie Orange the World, die op 25 november gestart is en op 10 december eindigt, wordt wereldwijd in meer dan 90 landen aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het doet me deugd dat ik in deze raadzaal een groot aantal mensen zie die de moeite hebben genomen om iets oranjes te dragen. Oranje staat voor de ochtendgloren, het aanbreken van een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het wereldwijd oranje uitlichten van zogeheten landmarks, het zijn belangrijke gebouwen, een onderdeel van Orange the World. Ook in Nederland kleuren er, verspreid over alle provincies en gemeenten, gebouwen, bruggen en monumenten oranje. Vanavond is ook ons markante gemeentehuis oranje uitgelicht. En dat is mooi. Geweld tegen vrouwen is een mensenrechten schending. En de cijfers over geweld tegen vrouwen en meisjes liegen er niet om. Een paar uitkomsten voor Nederland. 45% van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en of seksueel geweld mee. Bijna driekwart, 73%, is ooit seksueel geïntimideerd. 1 op de 10 vrouwen is ooit in haar leven verkracht. Mede daarom heeft ook de Nederlandse overheid het verdrag van Istanbul ondertekend, dat sinds 1 maart 2016 van kracht is. Dit verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat er ook dagelijks geweld tegen mannen aan de orde is. Maar de omvang en de ernst van het geweld tegen vrouwen duidt op een groot maatschappelijk probleem met consequenties op het gebied van veiligheid, openbare orde en volksgezondheid. Diverse onderzoeken laten zien dat heersende normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, overigens zowel bij mannen als vrouwen, een negatieve impact kunnen hebben op dit probleem. Ondanks het feit dat we hier in Nederland geneigd zijn te denken dat we het voor vrouwen inmiddels toch prima geregeld hebben, hangt ook hier geweld tegen vrouwen samen met de verschillen in maatschappelijke positie van vrouwen en mannen.
daarmee samenhangende stereotypes, misplaatste gevoelens van macht, ingesleten gewoontes en soms zelfs met hardnekkige sociale en culturele acceptatie van geweld. Hoewel het jammer is dat het nodig is, ben ik daarom dankbaar. Dankbaar dat ik hier vanavond het woord mag voeren en op deze manier aandacht kan vragen voor dit onderwerp. Dat ook nog eens SDG-doel, dat is een duurzaamheidsdoel, nummer 5 is. En het is goed daarbij aan te merken dat er vanuit deze raad eerder dit jaar een commissie SDG in het leven is geroepen die zich buigt over SDG-doelen. En ik ga er vanuit dus ook over dit doel. Wat moet er gebeuren? Huiselijk geweld tegen vrouwen en seksuele exploitatie tegengaan. Zorgen voor een veilige opvang. Bevorderen van participatie van vrouwen. Ook, al misschien wel juist, laagopgeleide en allochtone vrouwen op de lokale arbeidsmarkt. Werkgevers, gelijke betaling voor mannen en vrouwen in gelijke functies. Opties voor part-time werk. Zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies en maatschappelijk verantwoord inkopen, rekening houdend met arbeidsomstandigheden. Een belangrijk punt, wat kunt u als raad doen? Een norm stellen voor percentages vrouwen in leidinggevende functies in de gemeente. Stimuleren van actieve en evenredige deelname van vrouwen in de lokale politiek en in het bestuur. Bij formuleren en vaststellen van beleid kijken naar verschillende impacts op mannen en vrouwen. En steun voor kwetsbare groepen, waaronder allochtone vrouwen. Als u meer over dit onderwerp en de acties wilt weten, bezoek om te beginnen dan de website orangetheworld.nl. Ook heeft de overheid de site geopend waar verhalen te vinden zijn over dit onderwerp. Watkanmijhelpen.nl. Tot slot wil ik graag een oproep doen aan u als vertegenwoordigers van de inwoners van Hardenberg om volgend jaar een symposium te organiseren met als thema geweld tegen vrouwen met de focus op huiselijk geweld. Hartelijk dank voor uw aandacht. Mevrouw Bels, hartelijk dank voor uw bewaardige woorden. Ik besef dat ik... Net had ik het over college en raad, maar ik heb de publieke tribune ermee tekort gedaan. Want even rondkijkend zie ik dat ook grote delen van de publieke tribune in het oranje zijn gerold. En dat is een mooi teken. Dat betekent dat de oproep die we gedaan hebben, in ieder geval de muren van dit gemeentehuis zijn gepasseerd. En ook post hebben gevat in onze samenleving. Dat die verder mogen groeien, die aandacht. Wij komen bij punt 5, het vaststellen van de besluitlijst van de vergadering van 19 november. Kijk even, die is u vastgesteld, maar kijk even, daar dingen zijn aanleiding van. Dat is niet zo. Dan komen we bij de bespreekstukken. Dat is één bespreekstuk, maar omvat vele stukken die daaronder liggen. Dat zijn namelijk de belastingverordeningen 2020. Die zijn afgeleid uit de begrotingsbespreking die we in november gehad hebben. De restanten daarvan. En eigenlijk vastgelegd in de verordening zoals we die als raad gaan bespreken en daarna wellicht vaststellen. Ik kijk even of er vanuit uw kant behoefte is om daar het woord over te voeren. Ja, meneer Blokhuis, prima u. Meneer Blokhuis. Dank u wel, voorzitter. Onze bijdrage gaat eigenlijk in de eerste plaats over het moment dat we dit punt gaan bespreken op de agenda. We zijn namelijk gewend dat agendapunten, zo ook belastingverordening, eerst aan de orde komen in een oriënterende ronde. En we weten nu niet zo goed wat we hier nog wat van moeten vinden, want deze verordeningen staan immers al vastgesteld bij het vaststellen van de begroting. We kunnen natuurlijk gaan amenderen, maar dan blijft het punt wat dit voor gevolgen heeft voor die begroting. Daarnaast hebben we gezien dat er een behoorlijke ambitie is om al die belastingverordeningen door te lezen en dat het best wel lastig is om dit op dit moment goed te kunnen bestuderen en hier wat van te vinden. Ten aanzien van die verordeningen, we hebben gezien dat het college, de leges, huwelijk, waarover unanieme motie is aangenomen, heeft aangepast wat betreft de locaties, gemeentehuis of andere locaties. Ook dat punt had qua proces misschien eerst in een voorstel naar de raad kunnen worden gezonden. Want bij de behandeling van de jaarstukken is immers nog gezegd dat dit punt in een voorstel naar de raad zou komen. We hebben kennis kunnen nemen van de notitie,
Maar naar mijn mening is het niet echt in een OR aan de orde gekomen. En er waren immers een keuze tussen diverse opties. Ten slotte nog een opmerking over de OZB aangaande de verhouding woning-niet-woningen. Bij het vaststellen hebben we gezien dat de verhoudingen weer verder uit elkaar komen te liggen. Maar we willen ook graag ons vertrouwen uitspreken aan een gesprek met de VNG en het Rijk om voor ZZB-bedrijven een aparte groep te maken. Tot zover, voorzitter, en misschien graag een reactie van de wethouder. Dank u wel. Ik kijk of er anderen zijn die het woord wilden voeren hierover. De heer Gelling. Ja, voorzitter, even heel kort. Want in mijn beleving is het een normale uitvoering van de begroting, waar wij als VVD overigens als enige tegen waren. U zou van mij verwachten hier een vloeiend relaas tegen belastingen. Maar niets van het alles, voorzitter, bij een structureel verlieslatende begroting hoort immers ook het innen van geld. Toch een paar dingetjes. Ik sluit wel aan bij meneer Bakhuis dat de discussie OZB, woningen, niet-woningen, blijft maar hangen. Maar wat dit ook laat zien is dat er wel heel weinig ruimte is om daar echt iets structureels van te gaan vinden. En wellicht daarbij dan de oproep om dat toch nog eens een keer te gaan doen. Hè, om deze discussie eens een keer te parkeren. Maar dan niet hier, dan naar een plaats waar we structureel eens kunnen overleggen wat nou mogelijkheden zijn om ook voor de niet-woningen tot een betere oplossing te komen dan hier ligt. Want in ieder geval blijft er een terugkerend agendapunt. Een andere vraag van de VVD-fractie zou zijn ter zake de leges bouwen of het niet mogelijk zou zijn om daar waar circulair gebouwd wordt om tegemoet te komen aan de grote wens van de gemeente in de energietransitie, of daar niet een ander leges-tarief voor zou kunnen gelden. En vervolgens, voorzitter, ja, ik heb het periodiek, één keer in de twee jaren herhaal ik het, geloof ik, dat is toch de afvalstoffenheffing. Het blijft de VVD in ieder geval een doorn in het oog dat dat een bestemmingsheffing is, hè, dus daar mag niet aan verdiend worden. En dat gebeurt toch wel doordat de Rova ieder jaar €350.000 dividend uitkeert. Ik sprak daar vanmiddag even met meneer Van den Berg over van de CDA. En de CDA verkeerde al in de veronderstelling dat er uitvoering was gegeven aan de motie van mij, die helaas, zoals vele moties van de VVD, voorzitter, was geparkeerd naar dat land der fabelen. Maar dat neemt niet weg dat de sympathie in ieder geval gevoeld wordt bij de CDA. En ik zou je willen vragen, het is ook niet het juiste moment hier, om ook voor een volgende keer daar toch rekening mee te houden dat de afvalstoffenheffing wordt beperkt, want het wordt nu behoorlijk verhoogd door de dividenduitkering. Die zou goed ten goede kunnen komen aan een soort van reserveregeling die we wel eens afgeschaft hebben. Maar in ieder geval iets bedenken waardoor die 350.000 winst van de Rova ten goede komt aan zij die het uiteindelijk betalen. En dat zijn alle burgers, eigenaren van woningen, maar ook huurders en noemt u maar. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag net een vinger van die Wiet. Ik loop zo het rondje. Ja, die mag ik vragen. Ja, dat kan ook. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid gaat akkoord met de wijzigingen van de diverse belastingverordeningen. Met name de aanpassing van de leges vertrouwen doet ons en mij persoonlijk veel goed. De grote verschillen in de leges van het trouwen in het gemeentehuis en de vrije locaties was velen een doorn in het oog. Vanuit de unaniem aangenomen motie van eind 2018 heeft de raad en het college gevraagd om hier weer balans in te brengen. En dat is wat de Partij van de Arbeid betreft goed gelukt. Door het verlagen van de leges van de vrije locaties, zoals de Turfschuur in Delenswaard en het voormalige gemeentehuis in Gramsbergen, kunnen toekomstige echtparen weer financieel aantrekkelijk trouwen. We hopen daarom dat deze verlaging een stimulans zal zijn voor jonge mensen om op een zelfgekozen locatie in onze prachtige gemeente te trouwen. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag een vinger uit de hoek van 50+. Hier Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben als 50PLUS een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder. En ik ga ervan uit dat daar vanavond antwoord op komt. Tot zover. Dank u wel. Ik zie verder geen vingers in het gebied. Ja, de Stelstra. Nou, ik had eigenlijk een vraag, als dat mag. Dat mag. Dan voor de heer Gelling. Ga de gang. Ja, dank u wel.
begreep dat de heer Gelling wat dividend wou teruggeven aan de burgers, zo'n 3 ton, meen ik. Ik was even benieuwd of de heer Gelling ook een gedachte had bij het dekken van die 3 ton. Want daarmee met onze begroting natuurlijk nog meer tekort. En ik kan me niet voorstellen dat de VVD dat op zijn geweten zou willen hebben. Voorzitter, dat is een op zich juiste constatering. Waren het niet dat deze heffing een bestemmingsheffing is en dat het in de techniek daarvan al inherent is dat je daar dus niet aan mag verdienen? En nou ja, zoals ik al eerder heb tracht aan te geven, is dat wel het geval. En dat wordt nu met name wat nijpend, omdat ook de doorberekening van de ROVA naar onze burgers weer behoorlijk hoger is geworden. En het is inderdaad zo, als je 3,5 ton uit de algemene dekking haalt, dan heb je elders een tekort. Maar dat kun je ook weghalen door op andere zaken te bezuinigen. Oud voor nieuw is een adagium wat ik de vorige keer al hoorde. Maar dat zou misschien wat verder doorgevoerd kunnen worden. En ik wil meneer Stelstra graag herinneren dat voor de bezuinigingsronde uit mijn hoofd was het tegen de stroom in. Was het ook daadwerkelijk zo dat de dividenduitkering van de ROVA ten goede kwam aan de reserve afvalstoffen was er geloof ik die toen nog aanwezig was. Zodat er voor die bezuinigingsronde het volstrekt logisch was in deze gemeente dat die gelden die overbleven van het ophaven huisval terug werden gegeven aan de mensen die ze ook daadwerkelijk betaald hadden. Ik ben wel even benieuwd, want in feite zegt u van nou, als we die 3,5 ton weghalen, dan kunnen we dat wel ergens bezuinigen. Dat presenteert u als dekkingsmiddel. Dus ik ben wel even benieuwd waarop u 3,5 ton denkt te bezuinigen. Ja, voorzitter, die discussie had ik graag bij een begroting gevoerd, maar dat heb ik al eerder gedaan. Het is nu de verordening leges. Daarom zei ik zelf ook al dat dit wellicht niet het meest juist gekozen moment was. Maar wij gaan overigens die discussie graag aan. En sterker nog, de VVD zou zeer gaande bereid zijn om in uw gemeentefinanciën serieus te gaan snijden. Maar voorlopig, meneer Zelfsta, zijn wij nog oppositiepartij. En als u de volgende keer een verstandige keuze maakt door een echte VVD-wethouder neer te zetten, dan zullen wij u graag helpen om de financiën eens op orde te brengen. Uit de strijdbaar uit. Ik geloof op uw woord. Ik stel wel vast dat we ook binnenkort, dat wil zeggen de eerste helft van 2020, alweer elkaar in debat gaan over de kadernota 2021. Dat is het mooie van een cyclus. Ik kijk of er verder nog vragen zijn of ik het woord kan geven aan de wethouder. Ja, de heer Breukelman. Oké, dan de huwelijksleesjes volgen dan nog. Dank, voorzitter. Ja, niet heel veel vragen, maar wel even voor mij 2 of 3 onderwerpen waar ik heel kort op in kan gaan. Ja, OZB, woningen, niet-woningen werd even aangestipt, maar nou, voor nu denk ik voldoende. Hè. Ik bedoel, het is een uitwerking van de begroting zoals we die hebben vastgesteld. Ja, dus wil je daar iets mee, dan zul je bij een volgende begroting zeg maar, daar wat in moeten wijzigen. De VVD vroeg naar, of noemde nog de leesjes in het bouwen. Als je nu circulair bouwt, zou je dan met andere leesjes kunnen gaan werken? Nou, die keuze hebben we tot nu toe volgens mij niet gemaakt. Dus die zit ook niet in deze verordening. Ik moest wel even denken aan de WKB, hè, de wet kwaliteitsborging die er vanaf 2021 komt. En daar ga je ook zien dat een deel van de toets van de vergunningaanvraag ook bij private partijen neer kan worden gelegd. En we moeten dan ook meteen kijken van ja, wat betekent dat voor de leesjes die betaald worden? Omdat de gemeente ja, een deel minder in het vergunningtraject gaat doen. Dus misschien is dat een mooi natuurlijk moment ook om daar eens naar te gaan kijken. En ook dan even in kaart te brengen wat dan financiële consequenties daarvan zijn. Ja, de kleur is misschien wel wat van VVD, maar een andere oorsprong vandaag. Dus die toezegging kan ik u niet doen. Het is wel zo als je het hebt over het dividend van ROVA. Nou, u gaf eigenlijk zelf het antwoord al. Hè. 3,5 ton staat in de begroting voor 2020, meen ik. Kun je daar een andere keuze in maken? Ja, dat kan. Alleen dan zul je op andere wijze dekking moeten vinden of moeten schrappen in ambities. Nou, die keuze hebben we met z'n allen dit jaar niet gemaakt. In het verleden was het inderdaad wel zo dat het dividend in de reserve afvalstoffen kwam. Dat is nu al enige jaren niet zo. Zijn we ook niet uniek in. Er zijn ook veel andere gemeenten die dat doen. En het is natuurlijk wel zo dat als je even over de duim
die 3,5 ton verdeeld over, laten we zeggen, 25.000 huishoudens. Nou, dan zit je op 15 euro, 14 denk ik zelfs. En als je die 14 dan deelt door 12 maanden, zit je op 1 euro en een beetje. Dus ja, dat plaatst het misschien ook een beetje in perspectief, maar ik snap de achtergrond van uw opmerking. Tot slot, voorzitter, de heer Schuurman, die zei, ja, ik had een aantal vragen gesteld en ik verwacht dat daar nu een antwoord op komt. En dan moet u me even helpen of welke vragen dat waren voor... Die jij. Oh, die worden zo meteen beantwoord dan. Scheelt. Tot zover, voorzitter. Voorzitter, zou meneer Breukman nog even een aanvullende vraag mogen stellen? Dat mag. Die van den Berg. Ja, in 2022 wordt de waardebepaling van de OZB veranderd van kuub naar vierkante meters. Kan de wethouder aangeven wat voor gevolgen dit heeft voor de inwoners en geldt dit ook voor de categorie niet-woningen? Nou, voorzitter, dat kan ik eigenlijk zo niet. Ik weet wel waar het vandaan komt. Het komt vandaan uit het artikel dat in Borne daar nu al mee gewerkt wordt, omdat zij een soort van pilotgemeente zijn. Er is voor Borne gekozen omdat daar een goede mix in zit van zowel stedelijk gebied als landelijk gebied. En men kijkt daar inderdaad niet meer naar het aantal kuub van object, maar naar het aantal vierkante meter, naar de oppervlakte in feite. Ik weet zo niet wat dat voor Hardenberg zal betekenen als dat in 2022 hier wordt ingevoerd. Daar zullen we denk ik ook met financiën nog wel even naar kijken. Maar wat ik ook in dat artikel las, voor mij was het in Tubantia, dat er ook een aantal forse stijgingen wel in zaten. Dus als u de vraag stelt vanuit de achtergrond, hebben we hier iets gevonden waar we TCT iets mee kunnen, weet ik niet of dit nou meteen het antwoord is. En dan weet de heer Van den Berg denk ik wel wat ik bedoel. Voorzitter, mag ik u nog een vraag stellen ter zake de vergaderorde? Want ik hoorde net de fractie van 50PLUS uit het hoofd van meneer Schuurman zeggen dat hij een schriftelijke vraag gesteld had aan het toen gebruikelijk college, waarvan hij in de vergaderorde dan een antwoord verwacht. Is dat zoals het reglement dat zegt? Normaal gesproken worden bij mijn weten, maar dan griffier maar even helpen, schriftelijke vragen schriftelijk beantwoord. Dus wellicht helpt hij ons om die schaven, als het echt vragen zijn die beleidsmatig zijn en niet technisch van aard. Het was een technische vraag. Een technische vraag. Ja. Maar daarvoor geldt ook hetzelfde, voorzitter, dat ook een technische vraag gewoon schriftelijk beantwoord wordt, ja. En niet hier in de vergaderorde wordt besproken. Nou. Ik denk dat u gelijk heeft. Dan vind ik het alleen jammer dat het dan 14 dagen moet duren voordat ik weer antwoord krijg van de wethouder. Want het is 14 dagen geleden dat ik hem al ingediend heb. Ja, voorzitter, misschien daar even op aanhakend hoor. Volgens mij is dat gewoon te doen gebruikelijk in het huis. Moet je een wethouder ook even de gelegenheid geven om antwoord te kunnen geven op een vraag, zodat dat antwoord ook goed is. En daar lijkt me helemaal niks mis mee. Gaat u kort met schriftelijke beantwoording van deze vraag? Ja. Dan is er nog één vraag die openstaat. Dat de heer Bakhuis dan een vraag over de huwelijksleges. Inderdaad, uw lezing is juist. We hebben dat besluit van het college genomen en daar een actieve raadsinfo aan de raad voor gericht. En wij dachten eigenlijk, als dat een zwaar punt is, dan komt het weer terug in het debat over de begroting. Hij is verwerkt in de leesverordening en zo hoort het ook. Dus wat dat betreft hebben we op die manier invulling willen geven aan de motie als die door de raad is aangenomen in de tijd. Voorzitter, dat stellen we op prijs, op de toelichting, maar tijdens de behandeling van die jaarstukken werd gezegd dat er een voorstel naar de raad zou komen. We kennen onze mogelijkheid zeg maar, om het via de actieve informatie dan weer aan de orde te stellen, maar we hadden een andere verwachting. Maar prima. Bij de bespreking 1 termijn kreeg ik de indruk dat sommige van uw bijdragen al iets in zich hadden van de stemverklaring. En dat u wellicht geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Is dat zo? Dan stel ik voor dat we overgaan tot stemmen. Ik kijk even of dat klopt. Is er iemand die nog een stemverklaring wil afleggen?
Dat is niet zo. Ik hoor geen stemverklaringen. Ja, stemverklaring? Ja, de heer Schuurman. Wij zullen absoluut tegenstemmen tegen de afvalstoffen en het parkeerbeleid. Dit voorstel is integraal. Wat dat betreft. Stemmen wij tegen. Maar dan stemt u tegen de leesvordering in zijn totaliteit. Dan gaan we nu het stemrondje doen. Fractie van de ChristenUnie. Voor. Voor. Fractie van het CDA. Voor. Fractie van GroenLinks. Voor. Fractie van de VVD. Voor. Vijf. Op koers. Voor. PvdA. Voor. 50 plus. Nee, want we zijn in 1 voor, 1 tegen. Goed, daarmee is het voorstel aanvaard. Wij komen tot een hele reeks aan hamerstukken. En we beginnen bij de geactualiseerde nota waarderen afschrijven vaste activa. Kijken of daar behoefte is aan een stemverklaring van een van u. Dat is niet zo. Fractie van de ChristenUnie. Bent u daarvoor? Ja. Fractie van CDA. GroenLinks. VVD. Opkoers. PvdA. 50+. Allemaal voor. Is dat voorstel aanvaard? Bestemmingsplan. Demersvaart. De Maalderij. 18a. En weer voor. 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 Dat is unaniem voor. Ik zie allemaal knikken. Dan de vaste bestemmingsplan Hardenberg Centrum. Weer voor. Voor. Ja, unaniem. De verordening rechtspositie raad en commissieleden 2019. Ik zie u daar knikken. Twee duimen omhoog. Voor. Voor. Twee duimen. Voor. Dan is deze aanvaard. De verordening werkgeverscommissie Griffie. Daar zie ik u ook knikken. Knikt. Allemaal zie je instemmend. Dan is ook met algemene stemmen aanvaard. En als laatste de verlenging van de ontheffing woonplaatsvereisten wethouder Ten Kate en de aanpassing tijdsbestedingsnorm wethouder Luiten. Daar zie ik knikken. U knikt ook daar. GroenLinks, VVD, Koers. Ook die is unaniem. Dan ten slotte de rondvraag en die ga ik eens linksom. Rond. Daar meldt niemand zich. Dan sluit ik u bij de vergadering. Ik stel voor een minuut of 50 schorsen, zodat we even kunnen wisselen daar waar dat nodig is. Oh ja, voorzitter, dat is wel even een goede opmerking die hier naast mij wordt gemaakt. Er is gecommuniceerd in de media dat de oriënterende ronde om 8 uur begint. Dus wellicht is het beter om ook echt om even om 8 uur te laten beginnen. Doen we. De griffier die tikte mij al op de vingers. Nou, dat is ook wel gelijk een heel zwaar middel, voorzitter, hoor. Maar het was pure punt. Ik heb de hamer hier, dat betreft, die ligt aan de goede kant. 8 uur beginnen we.